samen met ons heeft hij die verhalen en spullen gehaald, zullen we maar zeggen. Het is een groot succes, hè? Ja, het is geweldig. De verhalen van de mensen, verhalen op de plek. Hele bijzondere verhalen van mensen die een verkeerde keuze gemaakt hebben. Bijzondere items met een verhaal, want dat is eigenlijk wat wij willen. Ja, het overtreft ook onze verwachtingen, want we wisten niet goed wat kun je nou verwachten. De 75 jaar na de bevrijding, wat kun je nou verwachten? Maar het is echt geweldig. Dus elke dag weer spannend van wat zal er komen. Maar elke dag horen we weer van die bijzondere verhalen, dat we denken, hey, dat mensen dat nog weten. Ja, en heel veel mensen hebben ook verhalen bij zich gehouden. Hè? Eigenlijk durven ze er misschien nu pas mee echt naar buiten te komen. Ja, maar dat heeft ook een beetje te maken dat vaak de eerste generatie, de vader of de moeder, zijn overleden. Want vorige week hadden we meneer Terietstap in Harmbeer. Die kwam met die sjaal van zijn vader aan. Wij kennen het verhaal natuurlijk dat zijn vader overleden was, maar dat hij na het overlijden van zijn moeder die sjaal vond. Maar ook nog een dagboekje waarin moeders dus vertelde in het dagboek van hoe verschrikkelijk dat voor haar geweest is. En zei van, we hebben dat eigenlijk nooit van moeder zelf gehoord. Nee, we hebben daar beelden van. Dat is de sjaal die mijn vader om had toen hij gefusilleerd is. Vanuit de gevangenis had hij dus gewoon de kleding aan en had hij de sjaal om. En op die sjaal kun je ook zien de kogelgaten die daarin zitten. Ik moet zeggen, die sjaal die heb ik zelf eigenlijk nauwelijks kunnen of willen bekijken, want het droeg bij mij heel veel emotie op. Ik zie in het dagboek van mijn moeder de noodkreet van Dirk. Waar blijf je? Ik kan je niet missen. Dat vind ik zo intens dat ik denk van jongens, ook dat moet beseft worden. Ook voor de gezinnen van nu, hoe vreed een oorlog in kan grijpen op het gezin. En hier krijg ik kippenvel van. Ja, het is ook heel heftig. En als je daar dan zelf bij bent, ook met Sandra en met Bart. Het is gewoon heel erg heftig. En dan moet je de collega van HCO. Wij zijn natuurlijk wel echt vanuit HCO heel veel gewend met geschiedenis. Maar dit is echt het verhaal op de plek. Naar aanleiding van dingen vertel je zo'n verhaal. Die meneer Terietstap is gewoon een verschrikkelijk verhaal. En ook het dagboekje erbij. Die ze dus pas vonden toen moeder overleden was. Ja. Moeder heeft er nooit over kunnen spreken. Ja, en de vraag ook weer verhalen herhaald. En daar denk ik, ja, hoe is het ontzettend. Gewoon heel, zo intens. Dat mensen een beetje weifelend dat café binnenkomen, die worden prima opgevangen door de medewerkers, ook van de heimwegroep. En wij gaan er dan mee aan de slag. En het verhaal is ook, we laten die mensen vertellen, want het gaat niet om ons, het gaat om die mensen met het verhaal. Ja, maar wat gebeurt er met die verhalen? Nou, we gaan die verhalen zoveel mogelijk optekenen en we samen met de historische vereniging, die worden op ons platform met Stad met Dood geplaatst, om wat meer mensen daarna te laten kijken. Nou, zodat ze inderdaad echt nooit vergeten. Ja, echt nooit vergeten. En dus dingen die ze meebrengen waar ze even op afstand van willen doen, willen wij een passende oplossing vinden bij de historische vereniging, dat het er uiteindelijk ook meer gebruikt gaat worden, dat het verhaal maar verteld blijft worden, want dat is wat wij willen. Denkt u ook, had het dit maar eerder gedaan? Ja, maar ik doe het natuurlijk al heel lang. Hè. Ik ben 55 en sinds mijn 15e ben ik al gekluisterd aan de lippen van de mensen die het meegemaakt hebben. Maar dit is wel een hele andere manier geschiedenis beleven. Kijk, wij zijn natuurlijk een heel erg papieren archief, maar we hebben ook wel dat er heel veel mensen hebben nog heel veel bijzondere verhalen. En nu kan het misschien ook nog. Ja, dat kan het natuurlijk nog, want we hebben natuurlijk volgend jaar 75 jaar bevrijding. Dus we leven dan maar 75 jaar in vrijheid. En dan gaan we nog opnieuw weer een hele mooie serie maken met 17 bijzondere verhalen op de plek. Want Overijssel is er 17 dagen bevrijd. Ja, en eigenlijk laat het ook echt van de mensen afhangen, want het is niet zo dat u oproept om met iets te komen. U laat eigenlijk de mensen doorgaan. Nou ja, natuurlijk wel via jullie, via RTBO's, maar ook via de plaatselijke pers. Toch van ja, plaatsen we de verhalen toch weer in de kranten. En ja, dat werkt gewoon fantastisch. En we hebben natuurlijk een fantastisch team, de mensen van RTBO's en HCO. Dat is een geweldige samenwerking. En we hebben een mooie klik met elkaar, want we hebben achter het scherm ook heel veel plezier. Dat is ook bijzonder. Er staat een blij man tegenover me. Ja, maar mooi dat je zo elkaar op die manier kunt vinden. Hè? Want in wezen willen wij graag geschiedenis uitdragen. Nou, hoe mooi is het niet dat we dat via jullie kunnen doen? Ja, gewoon top. Het is nog niet afgelopen, want het WO2 Café gaat nog even door. Elke werkdag zijn we dus in een andere stad.